Hallo iedereen, het is vandaag maandag. Even kijken, 10 november. En ik dacht, ik ga weer eens even een vlogje maken. Het is nu, at the moment, iets voor 6. En ik ga dadelijk met mama collecten lopen. De eerste keer dat ik collecten ga lopen, de eerste keer dat mama collecten gaat lopen. Het is voor de Nationale Stichting Gehandicapte Kind. En ik kan een bril op. Ik weet niet of jullie weten dat ik lenzen heb. Mensen die mijn beautykanaal, het is wel een soort van beautykanaal, mijn blogkanaal volgen, die weten dat ik lenzen heb. Tenminste, mensen die mijn blog volgen. Ik heb een Mickey Mouse trui weer tevoorschijn gehaald. Vandaag heb ik stage gehad. En gisteren dacht ik ineens van ja, ik moet eigenlijk weer gaan vloggen. Mijn kamer is nog steeds best wel een rotzooi. Ik ben allemaal roomtours aan het kijken. Omdat ik eigenlijk mijn kamer wel netjes wil. Maar ik altijd zeg dat ik te weinig ruimte heb. En hoe de fuck moet dat als ik mezelf voel. Dus ik ga deze week gewoon weer een beetje vloggen. Ik kan natuurlijk niet. Nu is het buiten fucking donker. Ik zal even laten zien. Jullie zien misschien wel wat lampjes van de achterburen of zo. Ik heb mooie lampjes bij de buren. Maar het is buiten echt heel donker. Je ziet gewoon. Hallo. Je ziet gewoon mijzelf in de raam. Beetje ingedoemd. Dus ik ga daar met de collecte lopen. En ja, ik ben wel benieuwd. Wat vind je trouwens van mijn bril? Ik vind het wel grappig eigenlijk. En, als ik afspraken heb met mensen of zo, dan ga ik niet vloggen. Want ik moet deze week wel belangrijke gesprekken voeren. En ook als ik naar het werk moet. Misschien neem ik mijn camera trouwens wel mee woensdag. Want Tim, die is een collega van mij en is een hele goede vriend van mij geworden. En hij gaat met mij mee naar de Dutch Youth Meeting. Van Joël in Breda, de 22e. En misschien wil hij ook een YouTube kanaal starten, dus misschien dat ik wel met hem nog even ga filmen. Ja, ik ga zo maar even naar beneden, want we zullen rond 6 uur gaan. En ja, dan zie ik jullie als ik weer terug ben. Dat ging best goed. Ik heb best wel veel zelf gedaan en toe, terwijl mama's ding is. Tijd voor een kaarsje. Ja, ik zal jullie even de chaos nu laten zien hier. Ik heb mijn telefoon niet meegenomen en zo belangrijk is mijn telefoon. Nee, niemand, ik heb hem niet gemist. Dit is mijn bed. Ik heb trouwens vandaag beneden, van beneden wat dingen naar boven gehaald, omdat die beneden maar lagen te liggen. En wat jullie nu horen op de achtergrond is mijn radiator slash verwarming. Ik kocht gisteren bij de Primark deze uberschattige Mickey Mouse sokken. Ik vind het schattig en het zijn fluffy. En daar is mijn was. Of toch niet? Ik weet het niet meer. Anyway, wow. Alles is een zooi. Sammy. Is je beste vriendje? Ben ik je beste vriendje? Oké. Okay. Ik ben bezig met een Japans snoepdingetje te maken. Dit zijn die op de magnetron moet. En wat ik ga nou deze stap doen, ik ben geen idee hoe lang je een magnetron moet. Maar dat moet ik me even opzoeken. Kijk, okay, dit zijn mijn inktvisjes, papa te bellen monteren. Ik ben vandaag, ik heb vandaag een presentatie gehad, maar ik heb hem niet gefilmd. Oh, wat erg! Nee, oké. Okay. Mag ik zeggen dat ik trots ben op hoe ik dit zo voor elkaar heb gekregen? Dit is zo'n rotzooitje, maar ja. Ik ga nu dit mooie vormpje erin doen. Ik had er net al in geproefd en het werd echt al smerig. Ik heb koud. Vertel mij, maar ik ben net buiten geweest. Oh, het is koud. Volgens mij is het koud. Toppie. Hallo iedereen, daar ben ik weer. Ik heb het pakketje van Douglas binnengekregen. Oeps, de verkeerde kant. Grapje. Van Douglas binnengekregen. En ik had de NYX Jumbo Eye Pencil in white. In milk besteld. Tenminste, het heet milk toch. En ik ben nou bezig met mijn challenge. Mijn 52 weeks make-up challenge. En ik miste deze echt. Ik dacht echt van wow. Het is zo belangrijk als je een extreme look wil maken. Extreme look wil maken. Om dan een wit te hebben. En ook iedere keer als ik looks opzocht op internet. Overal kwam milk in voor. Ik denk ja. Voor die 5 nog wat. Ik had hem dus echt nodig. En ik kreeg 2 samples erbij. En deze vond ik zo schattig. Kijk dan. Het is een hartje. Met blokjes. Ik vind het echt vet gedaan. Dit is een nieuwe van DKNY. My New York. Of My. Ja. Yeah. En kijk het flesje dan. En deze heeft echt iets weg van mijn beetje vroegere signature parfum.
van Black Excess van Pat Cobain. Alleen dan lekkerder. Ik durf te zeggen dat ik deze lekkerder vind. Waar ik wel ook nog over moet nadenken. Ik denk om de maand november deze maar meer sample Saturdays te maken in geuren. Omdat toch de feestdag eraan kan komen en zo. Oh jongens. Ik heb vandaag nog geen artikel online gegooid. Ik denk dat ik morgen voor morgen een update ga schrijven. En dan moet ik nog even bedenken wat ik vrijdag ga doen. Maar misschien ga ik morgen shoppen. Dus dan maak ik een shoplog en dan doe ik die vrijdag. Ik heb al lang geen shoplog meer gedaan. Maar ik wil gewoon een keer als ik... Ik wil niet voor 3 dingen een shoplog maken of zo. Ik probeer via Bloglof en via andere blogs inspiratie weg te halen. Omdat natuurlijk sommige bloggers zelfs 2 artikelen per dag online hebben. Maar ja, die krijg ik allemaal producten toegestuurd om te reviewen. En ik heb niet meer zo heel veel om te reviewen. Ik heb nog 2 blushes liggen en een oogschaduwbaas. Maar van die oogschaduwbaas weet ik niet wat ik kan doen. En het is allemaal van H&M. Als je inspiratie hebt, laat het even weten. Doei. Hoi, ik ben in de Koppelman. En ik voel me even helemaal blij. Ik zal jullie even laten zien waar ik nu ben. Wauw, allemaal opruiming. Schappen. Wauw. En op naar het station om naar Eindhoven te gaan. Het is zo lekker weer, jongens. Ik ga even wat cadeautjes shoppen voor de swap met Bianca. En ja, ik heb toch wel weer een keer zin om shoplog te maken. Oh, ik vergeet soms echt om te vloggen. Hè? Ik kan me niet beseffen dat ik vandaag nog gewoon in de Koppelmans was en vlogde voor het eerst in een winkel. Ik was zo bang. Het lijkt net alsof ik nu zwaar geacteerd ga praten, maar ik was echt bang. Ik zit nu achter de computer, achter de laptop, whatever. Ik heb net even een shoplog opgenomen en een beetje petsen. Ik ga nu even een video bewerken voor mijn kanaal, dit kanaal, Random ACV Vlogs. En ja, als jullie je afvragen waarvan ik denk van ja, maar wie ben jij eigenlijk? Waarom praat je tegen mij alsof je al jaren volgt? Ik heb niet eens al jaren dit account. Misschien ook wel. Ik praat tegen jullie alsof ik jullie mij al jaren volgen. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon leuk. Welkom nieuwe volgers als ik nieuwe volgers heb. Ik moet ook nog cadeautjes gaan inpakken voor Bianca. Ik heb echt superveel. Nou ja, superveel niet. Echt behoorlijk wat geshopt. In deze etelstas zitten cadeautjes voor Bianca van Pinkit.nl. Die ik een swap ga doen. En in deze Douglas doos zit ook al 2 dingetjes. En ik zit nu al over het bedrag heen. Maar hey, maakt niet uit joh. Ik ga even een video bewerken. De faal vlog ding video met Japans eten. Fun fact, ik film deze vlog met 3 verschillende camera's. Bye. Ik ga vanavond met papa een filmavond houden. Of ja, meer tv-avondje. Want zijn laatste tijd helemaal van het bakken en dingen. En nou weer is de chef bezig. En chefs van Brabant, topchef Brabant, Noord-Brabant ding. Dus dat gaan papa en ik vanavond kijken. En het is nu tijd om deze camera, mijn normale filmcamera, te importeren. Er staan de eerste vlogbeelden op. Ik heb net foto's gemaakt van de iOS lipbalm die in de shop nog te zien waren. En dadelijk ga ik ook deze camera even leegmaken. Is misschien ook niet geheel onverstandig. En het bewerken van deze video met Japanse snoep. Het eerste deel duurde al een half uur en is nu 10 minuten geworden. Ga ik kijken of ik dadelijk ook nog het tweede deel van de sushi video kan bewerken. Nou, ik vind het zo moeilijk, want het was een hele andere insteek met video's maken als die ik eigenlijk wou doen. Dus ik weet even niet meer. Ik ben net thuis en kan nu even mijn jas komen in dit moesje van mijn camera. Ik kan zo niet praten, joh. Want we hebben een soort van nieuw wc bij mij vandaan kom anyway. Maar ik ben even heel trots op ons wc. Van Jack. Wow, it's so pretty. Ik vind alleen dat kleedje, vind ik... Nee, daar ben ik geen voorstander van. Mijn papa en mama willen niet naar mij luisteren. En we hebben nu een hangende wc, dat is super cool. En een prullenbakje wc, want dat hadden we eerst niet drieën. En kijk hoe mooi.
Ik vind het ook zo chic, zo dat zwarte met dat spiegel. En deze stapel is echt veel te hoog. En het kapje moet nog daarboven. En dit is spiegel, maar die ging er voorheen ook al. En dit mooie wat tapje. En eigenlijk is deze net iets te groot. Deze van Red Jewels en dit is een shower oil. Bij Mark Mastape. Zo kan het ook wel, toch? Wat vinden jullie ervan? Kijk hoe leuk dit is. Het is van Hema. Dit is zo'n grote geurkaart. En van die potjes en deze is... past niet of zo. Ik weet niet wat er is. En deze ruik echt super sterk. Ik weet niet of papa en mama ineens zijn. Mama die is in de dierentuin, zei ze net. Wist ik veel dat ze erheen moest. Hi Sammy! Sammy! Hebben jullie Sammy gemist? Gewerkt. Ik heb Sammy wel gemist. Ho, 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 ho. Oh, papa is de banden wisselen. Oké. Okay. Ik ga mijn ding naar boven. En ik weet niet wat er met mijn haar is, maar mijn haar pluit een beetje. Ik zag een fucking tas van de Primark in de gang staan. Dus ik weet niet waarom we naar de Primark gaan zonder mij. Hey Sammy. En ik heb een gratis Starbucksje gehaald. Ja, geet het niet meer. En ik vind die rode beker echt cool. Ik had nog geen geld, dus ik ga deze bewaren. En ik had een gingerbread latte. En hij is echt super lekker. Dat had ik niet verwacht. In fact, ik ben nu bezig met het review schrijven. En dit met allemaal drugstore parfums van Replay. Zoals je kan zien. Van Naomi Campbell en van Christina Aguilera. En een fun fact, als ik een... als ik dus iets aan het reviewen ben of zo en er komt een liedje in me op, zet ik die op. Maar nu ben ik dus met Christina Aguilera bezig en dan denk ik echt van oké, Christina Aguilera. Dus ik typte bij YouTube gewoon Christina Aguilera en ik kwam een man tegen. En dit echt, dit liedje hoor, dan denk ik echt een aantal jaar geleden heb ik hierop moeten dansen. Ik denk dat het nummer net uitkwam, 2009, zou best kunnen. En ik kan het gewoon nog steeds meezingen. Ja, verder ben ik dus gewoon nog bezig met de review schrijven. Hoe fucking multitasking kan je doen? Deze vlog gaan bewerken van de eerste dag. Ik ben nu bij dag 3 van mijn vlogs editen en zo bij woensdag. Ja, dat is dag 3. En misschien moet ik toch misschien beginnen met het uploaden van de vlog of van de video voor deze week. Dat was de laatste keer dat ik had geüpload. 2 november en daarvoor 29 september en daarvoor 20 september en daarvoor 9 september. Een beetje onregelmatig, jongens. Wow, knipperbeeld. Mijn ogen echt, ik zweer het. En ondertussen ben ik even deze vlog aan het editen. Herken je dit beeld? Ik kan er even achter dat ik dadelijk deze nog vast moet leggen. Want ik had wel deze gewoon los gefotografeerd. Maar hiervan heb ik een zakje. Waarom is dit zo smerig? Ik kan het zo mooi opleggen. Want het is alweer 3:30 geweest. En ik heb eigenlijk nog steeds niet echt gegeten. Ik wil helemaal kriegel ook van dat Movie Maker ineens zo'n rand geeft om mijn video's. Daar heb ik niet om gevraagd. Het ligt niet aan deze camera, want dat ik met deze camera en met mijn vlogcamera ook. Ik zit even te denken, want ik wil nog wel een look maken voor mijn 52 Weeks of Makeup Challenge. Ik heb nu de vlog van gisteren ook werkt, dus ik heb net even alle vlogs van deze week werkt. Vanavond komt Flik Maastricht dan waarschijnlijk de laatste aflevering in. Net ging er echt allemaal gekke gedachten door mijn hoofd. Ik weet niet hoe het komt. Ik wou iets zeggen en dan weet ik niet meer. Het is pas 4:50. En ik ben al zo vol honger. Ik heb net nog een broodje gehad. Ik weet niet wat er met mijn buik is. Ik verwacht dat papa zo thuis komt met het eten. En mijn video. Mijn video is geüpload. Oh, dat beeld echt te erg. Ik denk dat ik volgende week weer ga vloggen. Ik weet niet of ik leuke dingen meemaak of zo. Oeh, ik moet nog iets op de kalender zetten. Oei, want ik werd op het werk gebeld. Om alle cursussen te doen. En dan is dinsdag de introductie, heet dat zo? Intakegesprek is dinsdag. Kom 8:00, dus dan moet ik even doorgeven, mama. Mama moet wel mee! Ga ik daar lekker eten. Verder bewerken. En misschien nog even een maskertje doen. En dan wie is de topchef kijken. Wie is de chef? En dan flikken, denk ik. Ik ben net klaar met eten. Net klaar met eten. Net klaar met eten. En het is tijd om op te staan. Nee. Voor de 52 Weeks of Makeup Challenge. Dit is mijn look voor vandaag. Hij is niet helemaal goed gelukt, zie ik bij de lippen. Maar zoals je kan zien, zit er de kleur van de ruimte in.
Een beetje ook uitgegooid hier. Maar vinden jullie dit niet spacend? Haha. Ga eens even een foto maken voor op Instagram. Gaan vinden niet zo goed op die camera. Deze gaat worden. Het was ook de eerste. Oh wow, je ziet een dubbel. Weet het niet. Ik ga doen. Ik denk dat ik hier een keer een look van ga maken. Hey, het artikel staat om ingepland, niet online. Oh, ik heb even een beetje koppijn en zo. Ik vind het zo vet. Het is zo'n cartoon lip ding. Ik vind het wel vet voor een keer voor een look. Dat ga ik denk ik wel een keer maken. Maar ik weet nog niet hoe en wat. En komend weekend ga ik misschien niet vloggen. Of in ieder geval minimaal. Ik ga zaterdag nog wel even vloggen, denk ik. Misschien maak ik wel outfit posts voor een lookbook. Voor een lookbook. Oh.